En dat is biologisch, veganistische catering. En dat doe ik voor yogagroepen in Zeeland, in Drenthe, stilte-retraites en ook gewoon catering. Dus ik rij zeg maar naar de plek toe en dan kook ik alles en dan is alles klaar en dan ga ik weer naar huis. Met koken is eigenlijk een beetje begonnen met dat ik thuis op de boerderij opgroeide. En dat mijn vader met opschepten zei hij dan, oh dit komt uit de tuin. Dus bijvoorbeeld erwtjes, als je die net zo uit de tuin haalt en die dan opeet of dan maakt, die zijn zo lekker zoet. En dat is gewoon niet te vergelijken met wat je in een potje hebt of uit van de winkel zeg maar. Dus dat is gewoon zo lekker. Dus ik ken eigenlijk groenten uit de tuin. En toen ben ik vegetariër geworden door eigenlijk alle beelden op televisie. Van de koeien, die dode koeien, die bij de kraan. En nou ja, toen dacht ik, daar wil ik niet aan meedoen. Dus toen heb ik een cateringbedrijf gevonden in Haarlem. En daar heb ik eigenlijk alles geleerd. Dus ik ben mijn leermeester in dienst gegaan. En die heeft me alles geleerd. En dat was eigenlijk een macrobiotische kok. En ja, dat paste precies bij mij. Dat was allemaal volgens het seizoen en veganistisch en puur. En dat is eigenlijk ook waar ik dan vandaan kom, hè, van de boerderij, puur eten. En ja, zo is dat gekomen. Mijn ideale week, dus maandag, woensdag, vrijdag lekker sporten en dinsdag en donderdag ochtend doe ik dan yoga. Dus ja, ik heb gewoon volop energie en ik eet genoeg eiwitten. Elke dag, dus ja, plantaardig is gewoon is volwaardig, dus ja, ik voel me prima erbij. Ja, ik doe dus al yoga en fitness en met de yoga wil ik ook verder gaan. Dus ik heb nu, ben net begonnen met een yoga opleiding en in december ben ik dan yoga leraar. En dan kan ik eigenlijk ja, yoga lesgeven en ook het koken nog blijven doen. Dus dat wordt een soort verbreding van mijn horizon. Maar ja, ook leuke dingen doen met anderen. Dus straks gaan we lekker koken met mensen in het buurthuis. Voor mensen in de buurt. En dat zijn dan groenten die van de markt zeg maar, weggegooid worden. Die halen wij op en dan gaan we daar lekker eten van maken. We gaan straks kijken bij Groenten Zonder Grenzen. En zij verzamelen dus de groenten van de markt die normaal zeg maar, weggegooid worden. Die halen wij dan op en dan maken we daar op woensdag maken we daar een maaltijd van. En dan ja, mensen uit de buurt eten daar en die komen dan een cursus doen. Dus dan eten ze eerst lekker bij ons. Dan gaan ze daarna een cursus doen en dan hebben ze lekker gegeten. Dus. Ik vind het leuk om voor Vegan Today recepten te maken. Want dat is wel een mooie gelegenheid om eigenlijk te laten zien hoe lekker veganistisch eten is. En ook hoe veelzijdig het is. En heel vaak zijn mensen bij retraites van mij verbaasd dat het zo lekker is. En dus ook dat ze eigenlijk totaal vlees niet missen. Omdat tempeh gewoon heel lekker is en seitan en andere dingen. Nou, eet eens een paar dagen veganistisch en probeer het uit met de lekkere burgers die we hebben. Veganistische burgers, tempeh, vissticks, van alles is er gewoon ook veganistisch. Dus leef je uit met mijn lekkere recepten.